Wie had dit eigenlijk ooit verwacht? Zelfs twee keer, Johan Vlemmix. Ja, dit is mijn evenbeeld nu. Of de mensen dit aan kunnen doen, dat weet ik ook niet. Wie van jullie twee is nou het krapst? Geen van mij. Je zou zeggen dat er één keer Johan Vlemmix echt meer dan genoeg is. Ja, dit waren nou de replica-proppen. Dit is het eerste proefmodel wat nu uit China is gekomen. En zo zouden alle poppen eruit komen zien, ongeveer. En ik ben best wel tevreden hoe het eerste resultaat is geworden. Jammer dat het nu is afgelopen met mijn replica-poppen. Ja. Maar we gaan gelukkig niet veel meer van deze Johans zien. Nee, dit is de enige. Vandaag om 10 uur dient de rechtszaak Patricia Pai tegen mij, de schadeclaim. Ik had het idee om een Patricia Pai-pop te maken. Die is nooit op de markt gekomen. Ja, nu wel een Johan Vlemmix-pop, die was ook besteld. Dus die kunnen we wel tonen. En de Patricia Pai-pop, die hebben we ook nooit getoond, nooit gemaakt. Maar daar draait je rechtszaak om. En door alle negatieve publiciteit ben ik helaas moeten stoppen met het bedrijf. Wel jammer, dus je blijft erbij. Hm? Dus nu gaan we alles maar verkopen. Alle poppen en het huis. Dus volgende keer beter.